De achtste video in deze YouTube-serie en dat is rond verlichting. Of, met andere woorden, eigenlijk de fase waarin je een zuiver kanaal geworden bent en eigenlijk het moment waarin je hogere energieën geïntegreerd zijn in je fysieke lichaam. En hoe meer je heelt, hoe meer eenheid je creëert in jezelf. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Wanneer je in de fase van verlichting bent, dan zijn trauma's geheeld en heb je die eigenlijk getransformeerd in levenslessen en wijsheid. En je ontstijgt de dualiteit en omarmt de eenheid in alles wat er is. Leven vanuit eenheid is eigenlijk dan een gewoonte geworden. Het is een manier van zijn. En het hogere bewustzijn, het eenheidsbewustzijn, het diamantenbewustzijn, Christusbewustzijn, hoe je het ook wil noemen, is verankerd in die fysieke realiteit. Waardoor dat je vanuit het hogere bewustzijn dagelijks in je leven staat. Wat dat er in de wereld gebeurt, is er ook niet zomaar. Dit alles gebeurt omdat we oude, niet functionerende systemen zouden loslaten. En een nieuwe wereld is zich aan het vormen. En ik hoop dat je ondertussen dat voelt en dat je dat ook weet, dat je daar ook bewust van bent. Doordat deze verschuiving zich toont in de fysieke wereld, maar nog veel zaken onduidelijk zijn, is het voor veel mensen beangstigend. En alles wat ze ooit gekend hebben en als veilig beschouwden, blijkt nu toch eigenlijk niet zo veilig te zijn. Dus we moeten even door deze tunnel en zie het als een geboortekanaal. En eenmaal dat je erdoor bent, dan kom je in een nieuwe wereld terecht, als de herrezen herboren jij. En dat geboortekanaal, dat trekt en duwt natuurlijk langs alle kanten aan jou, zodanig dat je enkel je zuivere, naakte ziel van onvoorwaardelijke liefde aan de andere kant zou aankomen. Een hogere, verlichte versie van wie dat jij bent, afgestemd op je ziel in een hoger trillende versie van je leven. Een hogere versie van de aarde is al geboren. Een wereld waarin oneindig veel mogelijkheden zijn. Maar de meeste zielen denken nog vanuit beperkende overtuigingen en vanuit het logische verstand. En daardoor lijkt het alsof we enorme oorlogen en gevechten moeten verslagen. Maar misschien voelt dat ook zo, omdat dit een gevecht is tegen een onzichtbare vijand. Maar het grootste gevecht dat je zal ervaren, is het gevecht tegen en in jezelf. In een ultieme poging om je oude leven te blijven handhaven. Maar het is beter om het gewoon los te laten. Geef het op en verspil geen energie meer aan het willen behouden van het oude. Dat heeft zijn tijd gehad. De nieuwe wereld is er. Dus stel jezelf de vraag of je klaar bent om te doen wat er nodig is. Kan jij ook vanuit nieuwe gedachten, nieuwe emoties en vooral een nieuwe manier van zijn, je leven vormgeven. Een nieuw begin voor elke ziel op aarde die ervoor kiest. Hoe mooi is het nu niet om nu te leven? En ja, het is lastig, maar enkel en alleen als je kiest om te blijven waar je zat. Stroom mee, leer mee te stromen op die natuurlijke flow van deze verschuiving naar essentie en verlichting. En dan zal alles duidelijker worden, ook voor jou. Dus zorg nog beter voor jezelf en vind die passie in je. De passie voor het leven, de liefde voor het zelf. Doe wat nodig is en je zal een nieuwe realiteit ervaren. Je zal succesvol zijn in alles wat je onderneemt wanneer je kiest in lijn met je ziel. Dus, nu is het tijd om alles achter te laten en opnieuw te beginnen. Tenminste toch zeker op mentaal en emotioneel vlak. Je bent niet meer wie je ooit bent geweest. En alle mensen zijn gegroeid, willen of niet. Dus kijk voor jezelf vandaag, wat mag jij nog loslaten? Welke gedachten, systemen, personen, situaties, wat dan ook. Nu is het aan jou. Kies het leven dat jij wenst vorm te geven en leef niet langer het voorschreven leven dat de maatschappij ons een tijd lang heeft opgelegd. Dit is jouw kans om uit te zoeken wat nu echt belangrijk voor jou is in dit leven. Het is jouw taak en verantwoordelijkheid om de meester over je leven te worden en niet te langer afhankelijk te zijn van anderen op welke manier dan ook. Dus daarom, wees ook niet afhankelijk van andere healers, andere coaches. Ga niet eindeloos op zoek naar cursussen en inwijdingen en healingen. Nee, alles wat je nodig hebt zit in jou. Dus nu is het tijd om het op die manier aan te pakken.